als het aan mij ligt, en ik denk dat het ook die kant op gaat, gaat die vrijblijvendheid ervan af. Dan weet iedereen, dan weet de bouwsector, maar ook als jij een huis wil kopen waar je aan toe bent, dat heeft straks consequenties, schat ik in. Ja, ook wat voor consequenties? Nou, dan betekent dat als jij in een gebied woont wat een relatief hoog risico heeft voor overstroming, bijvoorbeeld buitendijks, ja, dan ga je niet dezelfde hypotheekvoorwaarden krijgen of dezelfde verzekeringsvoorwaarden als dat je ergens hoog en droog woont. En, om het allemaal ook te kunnen betalen, om die dijken te kunnen versterken, om het allemaal betaalbaar te houden wat er allemaal nog gerealiseerd moet worden. De financiële sector staat ook in de wind als het gaat om klimaatrisico's. Zowel qua reputatie, geleidelijk van het fossiele af, maar ook qua consequenties. En er is zelfs de Europese Bank, en de Nederlandse Bank, die kijken daarnaar van of banken, verzekeraars, herverzekeraars, in hoeverre zij hun portfolio van al hun assets, of die ook een beetje klimaatbestendig zijn. En het gebeurt ook al in andere landen, toch? Zeker, zeker. Ja. Wat is een voorbeeld waar dit gebeurt? Nou, ik weet dat in Engeland, als je daar een huis gaat bouwen of als je een huis wil kopen, dan zit er eigenlijk gewoon meteen de vraag bij van, woont u in een overstromingsvlakte van een rivier? Dan worden er andere condities en voorwaarden gesteld, ook in financiële zin, dan als dat niet zo is. Dus daar ook verdwijnt eigenlijk die vanzelfsprekendheid die we hebben, die vanzelfsprekendheid met er loopt altijd water uit de kraan. Ja. Daar moeten we echt meer bewust van worden dat die vanzelfsprekendheid er niet is, maar dus ook dit financiële aspect. Klopt, en hoe we onze leef- en werkomgeving inrichten. Dus we hebben de dijken, dat is de eerste line of defense, hè, de eerste veiligheid. Maar hoe is het achter de dijk? Hoe is het daar ingericht? Kan het water daar worden opgevangen als het valt? Of stel dat er onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt, waar kunnen de mensen naartoe? En weten ze dat? Dat zijn ook onderdelen van die veiligheid. Dus je hebt de eerste veiligheid is eigenlijk bewustzijn, daar begint het mee. En dan hebben we de dijk. En dan hebben we achter de dijk. Mm-hmm. En dan hebben we, als het dan misgaat, wat is dan de calamiteit? Hoe overleven we dat? Waar kunnen mensen naartoe? En tenslotte hebben we ook het herstel. Wat er in Limburg is gebeurd, het herstel na een ramp, daar zijn we in Nederland niet zo goed in als in sommige andere landen. Ja, wat gebeurde er met jou toen dit gebeurde? De 2021, hè? We kunnen het ons allemaal nog goed herinneren. Nou, ik ben de eerste week dat de ramp zich voltrok. En laten we wel zijn, in Duitsland en in België zijn 200 mensen verdronken. In Nederland niemand. Ook na de watersnood van 1953 is in Nederland door watersnood nooit iemand om. Dat is dus dat ook iets om te koesteren. Dan kan je ook zeggen, dat doen we goed. Maar het was wel heel dichtbij en de schade was enorm. Dus tijdens de ramp ben ik rustig thuis gebleven. Dat was ook nog geen coronatijd, dus ik zat op zolder. Maar een week later ben ik daar onmiddellijk naartoe gegaan, naar Valkenburg, naar Meersen en Bunde, om ook met de mensen te praten van wat denken jullie dat nodig is. Eigens moet je ook zeggen, kom op, we moeten dit gaan regelen. Je moet nu lachen. Ik ben een onverbeterlijke democraat. Dus ik vind echt dat we met iedereen die het rechtstreeks raakt, maar ook indirect in gesprek moeten gaan. Maar het is ook, hoe voer je dat gesprek dan? Heb je het over een dijk? Of heb je het over de veiligheid van waar u woont? Voor uw kinderen en degene die na ons komen. Dus je moet ook hoe je het verhaal vertelt, dat doet is belangrijk. Twee belangrijke dingen nog. De kettingvraag van dijkgraaf Joyce Sylvester voor jou, daar beginnen we mee. Er wordt op dit moment een nieuwe Delta-commissaris geworven. En ik ben ontzettend benieuwd hoe Peter Glas terugkijkt op zijn huidige periode en wat hij zijn toekomstige opvolger toewenst. Ja. Ja, leuk dat Joyce die vraag zo stelt. De afgelopen bijna 5 jaar hebben we natuurlijk het nodige meegemaakt. We hebben 4 gordroge zomers gehad. Nou, we hadden het over waterbeschikbaarheid. Dus dat besef, dat is denk ik de afgelopen periode, en dat is dan toeval dat ik hier in deze rol dat meemaakte, is enorm gestegen. Doorgaan met die dijken, daar ben ik ook trots op. En de innovaties die daar kan ik een uitzending mee vullen van wat voor slimmigheid er allemaal doen we volgende keer. Dat doen we dan een volgende keer. Ja,
Ja, en ik noem het al eerder. Ik vond de watersnood in Limburg en net over de grens. Ik ben net ook weer naar de Eifel gegaan. Heb ik weer langs die beken die zo onogelijk smal zijn. Maar toen in een soort enorme tsunami van water kwam naar de bergen af. En dat vind ik heel indrukwekkend dat we dat hebben meegemaakt. Dus ja, het weer, de grilligheid van het weer, dat we dat nu onder ogen zien. En dat de watersector zich moet verbinden met andere sectoren. Dat is iets wat de afgelopen 5 jaar echt heel duidelijk is geworden. Aan mij, maar ook aan vele anderen. En dat wens ik ook mijn opvolger toe. Die verbinding blijven zoeken. Want water is echt gewoon hartstikke de basis. Ja. Wat ook belangrijk is, is de toekomst van onze luchtvaart. En daar gaat mijn collega Art Rooijakkers volgende week een week over maken. Zijn eerste gast is Frank Oostdam, de directeur van de ANVR. De kettingvraag gaat door. Wat zou je aan Frank willen vragen? Ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. En we willen allemaal graag met vakantie gaan en zo. Maar er zit eigenlijk wel een mooie link. Als wij niet zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt, dan wordt de opdracht die ik ook heb om die adaptatie vorm te geven steeds moeilijker. Dus mijn vraag zou zijn, wat doen jullie als sector om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen? En kan dat ook een beetje makkelijker? Want als je nu wil boeken naar Italië of zo, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, dat moet toch kunnen? Spannende vraag. En die gaat hij zeker stellen volgende week, Art Rooijakkers, mijn collega. En dank dat je mijn gast wilde zijn. Onze Delta-commissaris nog een aantal maanden, Peter Glas. En natuurlijk is alles ook terug te luisteren van de Big Five. Ga naar de podcast, dan vind je het allemaal terug. Maar blijf live zometeen. Nina van der Dungen met BNR Breekt. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app.